Hallo, ik ben Nicole Theeuwen en ik ben wethouder in het college van de gemeente Houten. Maar ik ben ook nog lid van een politieke partij en dat is de Partij van de Arbeid. Mijn onderwerp in de Houtense politiek is nu vooral jeugd. Ik ben coördinerend wethouder jeugd. Het was er nog nooit geweest in Houten en het werd dus tijd dat er eentje kwam. En dat ben ik geworden. Wij hebben jeugd hier echt op de kaart gezet, in allerlei opzichten. Jongeren mogen meepraten over de dingen die moeten gebeuren voor jongeren. En dat heeft tot verschillende dingen geleid. Bijvoorbeeld een prachtig wijkcentrum wat we nu bouwen in Schoneveld. Waarbij jongeren zelf hebben aangedrongen op een tienerruimte. Naast jeugd doe ik ook welzijn en volksgezondheid. Nou, ik heb al iets verteld over dat prachtige cultuurcentrum in Schoneveld. Wat ook een wijkcentrum is voor buurtbewoners. Ik doe allerlei dingen voor de wijk, dus wijkgericht werken. Maar als je wethouder volksgezondheid bent, dan doe je ook weer andere dingen. Heb je namelijk overleg met de huisartsen over wat allemaal gebeurt in Houten. Bijvoorbeeld het maken van al die eerste lijns medische centra. Waarbij ik een prachtig eerste lijns medische centrum geopend heb in het Oude Dorp. Dat is heel erg leuk om te doen. En natuurlijk willen we ook een centrum voor jeugd en gezin. Dat is niet echt helemaal volksgezondheid, maar het is ook, nou, ook voor jongeren die vragen hebben over opgroeien en opvoeden. Ik zou zeggen dat we maar gewoon zo door moeten gaan. Lekker doorgaan met waar we mee bezig zijn. Er ligt nu een hoop over hoop en het duurt zeker nog 2 of 3 jaar voordat het allemaal mooi af is. Er is alleen één ding waarvan ik vind dat we daar echt veel meer op moeten inzetten. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor oudere jongeren, namelijk horeca. En het mag voor mij in heel Houten meer. Dus ja, niet in de woonwijken, maar wel in de daarvoor bedoelde centra, dus het rond het oude dorp. Ik hoop dat ik weer lijsttrekker mag worden, want dat vond ik eigenlijk wel een van de leukste dingen die ik in mijn leven gedaan heb. Lekker debatteren. En daarna hoop ik natuurlijk weer dat ik wethouder mag worden. Maar dat hangt van zo verschrikkelijk veel factoren af. Daar durf ik bijna niet op te hopen, maar ik wil het wel graag. Ik ben bereikbaar via de telefoon en via de e-mail. En dat kunt u doen bij het volgende adres.